Bij de aanvang van de openbare DNA-vergadering vandaag is de coördinator van de regering, Suwardo Mustaja, ingegaan op de kwestie van TRIT. De geruchtenmachine die sinds gisteren op volle toeren draait, gaf aan dat de governor mogelijk met ontslag wordt gestuurd vanwege enkele vermeende uitgaven. Weer anderen beweren dat het verlof van de governor te maken zou hebben met de kwestie goedkope dollars van Jotilal. Van Tricht had op de laatst gehouden persconferentie van de bank aangegeven dat slechts president Desi Bouterse kon aangeven hoe Jotilal aan de US-dollars komt die hij tegen een lagere koers verkoopt. Parlementariër Krishna Mathura had de regering gisteren om duidelijkheid gevraagd over deze kwestie. Mustaja ging kort in hierop. Voor wat betreft de kwestie, als ik het zo mag aanduiden, met betrekking tot de Centrale Bank van Suriname, is het inderdaad zo dat men het nodig heeft gevonden om in verband met het aantal zaken een onderzoek in te stellen. En ik kan uiteraard niet daarop inhoudelijk vooruitlopen. En ik hoop dat ik, we zullen uiteraard als regering op een ander moment, nadat het onderzoek is voltooid, ingaan inhoudelijk op deze kwestie. Ik hoop dat het college voorlopig hiermee kan volstaan. De fractieleider van de VHP, Chandrika Prasad Santokhi, vroeg aan de regering om zo snel als mogelijk de volledige informatie over deze zaak te verschaffen. Volgens hem is het belangrijk zodat er geen ruis ontstaat rond zo'n belangrijk monetair instituut als de Centrale Bank. Nogmaals, regering, we kijken uit naar het eindresultaat van het onderzoek. Maar nogmaals, communiceert u ook met de samenleving dat ruis weggemaakt, want dat kunnen we niet hebben in monetaire instituten en die doorwerken naar de banken, die doorwerken naar de koers, die doorwerken naar de samenleving. Dus nogmaals, ook goed communiceren. En tweede is, wat is die positie precies nu op dit moment van de governor? Als we in de media moeten lezen, social media, dan weet niemand het. Dus hier is de regering. Geef aan, wat is de concrete positie van de governor op dit moment? Nu horen we duizenden in verhalen over de governor van de Centrale Bank. Dan een 300.000 US dollar auto gekocht. Kwestie. Is het waar, voorzitter? We weten het niet. Vandaar dat het belangrijk is om de juiste informatie te krijgen, zodat wij het volk die ons hier heeft geplaatst, kunnen informeren. Nu horen we iets van, ik weet niet welke status meneer Mustaja heeft, maar eigenlijk conform artikel 90 lid 2 moet meneer Mustaja niet hier praten. We zien dat steeds weer hetzelfde artikel gechauffeerd wordt. En meneer Mustaja zelf moet zoeken naar informatie. Vorige keer had hij ook gezegd, het was gossip bij Gersie. Niet eens een jaar daarna zit hij weer voor hetzelfde probleem. Eigenlijk zet men meneer Mustaja gewoon verschut. En dit keer heeft hij wijzer gehandeld. Maar het volk, de gemeenschap, die zit met die vragen. Want wij willen weten wat waar is, zodat wij het volk kunnen informeren. Want op dit moment, wie is nu governor? Allerlei verhalen hoor ik. Dat was Edward Belfort, die zijn collega ondersteunde in de oproep naar de regering om meer duidelijkheid te verschaffen. Minister Mustaja antwoordde daarop dat de regering het onderzoek afwacht. Daarna zal er inhoudelijk op deze kwestie worden ingegaan. Hij zei tenslotte dat aan governor Van Tricht is gevraagd om mee te werken aan het onderzoek.